Je zag met name onder andere bij de minister-president, maar ook wel bij de minister Natuur en Stikstof, wel ook dat zij ook wel de problemen die we ook aankaarten, dat ze die ook wel oppakten. In die zin van dat ze zeiden, ja, dat is echt iets wat bij stip bij ons op één staat, omdat daar zijn we ook al mee bezig. En daar komen we op korte termijn ook terug bij jullie. Volgens Hofstra gaat het in Flevoland niet alleen om stikstof. In onze provincie is ook voedselproductie en woningbouw belangrijk. Daar moet ook naar gekeken worden, is zijn boodschap. Hofstra zegt dat heel duidelijk te hebben gemaakt tijdens het gesprek met de ministers. Ja, nadrukkelijk. Ik heb ook aangegeven dat we inderdaad ook, bijvoorbeeld met Almere, een van onze snelst groeiende steden in Nederland, dat we echt voor opgaven staan, ook het kader van bijvoorbeeld van woningbouw. En dat we juist ook als provincie zijnde ook behoefte hebben om samen met het Rijk ook die opgaves ook vorm en inhoud te geven. En het Rijksvastgoedbedrijf, dat heb ik nog nadrukkelijk ook aangegeven, de minister-president heeft dat ook meegenomen, is daar een hele belangrijke schakel in. Die heeft echt een belangrijke plek om te kijken hoe kunnen we de transitie van de woningbouw, van de klimaat, maar ook bijvoorbeeld van de landbouw, hoe kunnen we dat vorm en inhoud geven? Maar hoe is daarop gereageerd tijdens dit gesprek? Wat is de mening van de ministers van Den Haag? Nou ja, de mening van de minister van Den Haag is natuurlijk dat het wel een veelkoppig monster is. En dat hebben wij ook wel aangegeven. We hebben wel gezegd, wij willen wat als provincie zijn en we willen ook stappen maken. Maar er moet wel duidelijkheid zijn. En het moet eenduidig ook een signaal zijn vanuit Den Haag. Dus niet dat ministerie A iets anders zegt en als wij met een plan komen dat bijvoorbeeld het ministerie van Financiën er een streep doorheen haalt. En die boodschap is ook goed overgekomen. Voor de gedeputeerden is het belangrijk dat er perspectief komt voor de boeren. Hij zegt benieuwd te zijn naar de aanbevelingen van Remkes. Binnenkort gaat u gesprekken voeren met zo'n 12 boeren uit Flevoland. Die willen kijken hoe verder. U zegt ja, wij gaan dat gesprek graag tegemoet. Maar zonder geld uit Den Haag kunnen we eigenlijk weinig doen als provincie. Is er iets toegezegd wat dat betreft dat u geld krijgt vanuit Den Haag? Nou ja, kijk, ze hebben wel toegezegd inderdaad ook voor de pasmelders. Daar komt 250 miljoen komt daarvoor beschikbaar om een versnelling te doen om de pasmelders ook te kunnen legaliseren. Het specifieke bedrag wat daarvan naar Flevoland komt is nog niet duidelijk, maar dat is wel een eerste stap. En dat is ook een belangrijke stap. En dat hebben we op papieren hebben we dat ook meegekregen. Dat is ook zwart op wit, is dat ook door het Rijk aangegeven. Daarnaast hebben we wel gezegd, we maken ook kosten in het kader bijvoorbeeld van onze organisatie. Mensen die we moeten aannemen, processen die we doorlopen. Ook daar moet een tegemoetkoming in komen. Nou, dat snapte het Rijk ook heel goed. Dus ze zullen daar ook met daadwerkelijk financiële ondersteuning komen.